Ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan van de Combikerk van de EBGS heeft de gemeente een lezing georganiseerd. De lezing had als titel De rol van de kerk in de 21ste eeuw en de inleider was Hans Breeveld. Breeveld zei dat een religieuze organisatie als de EBGS in de 21ste eeuw een blik vooruit moet werpen. Hij gaf aan dat een gezegde van Winston Churchill luidt: hoe meer men in het verleden kijkt, des te meer kan men in de toekomst zien. Daarom maken wij even een sprong terug in de tijd om te weten wat de kenmerken van de EBG-kerk zijn. U weet dat in 1735 de drie zendelingen in Suriname kwamen en daarmee 1735 en daarmee begon de broedergemeente. En dan moet ook kijken naar de groei van de gemeente, want die drie broeders kwamen in 1735, maar ze kwamen natuurlijk om het geloof over te brengen en te evangeliseren. En bij het evangeliseren hebben ze niet alleen maar gehouden bij het woord, maar ze zeiden: het is ook nodig dat de mensen educatie krijgen. Het is ook nodig dat er gezondheidszorg wordt gebracht. Er is ook nodig dat mensen leren om zin te geven aan hun leven. En zo kennen wij het werk van de broedergemeente in de loop der tijd door al die scholen, al de zendingsposten en de vele activiteiten die belangrijk zijn in Suriname. En als zodanig kunnen wij de broedergemeente ook noemen een hoeksteen in de Surinaamse samenleving. Breeveld zei dat de broedergemeente vroeger bevoorrecht was, omdat de koloniale heersers allen lid waren van de Nederlandse hervormde kerk. Volgens Breeveld dulden zij niet veel concurrentie op religieus gebied. Want u moet weten dat de Rooms-Katholieken reeds in de 17e eeuw hadden gevraagd om een gemeente hier te vestigen. En dat daarvoor werd geen toestemming gegeven. In 1785, 50 jaren na de broedergemeente, wordt aan de katholieke kerk ook de mogelijkheid geboden om hier werkzaam te zijn. Maar zij beginnen pas in 1817 met het werk. En dan is het toch goed om wat cijfers naast elkaar te plaatsen. Namelijk, u moet weten dat de broedergemeenten dus ruim voor de afschaffing van de slavernij waren begonnen. En toen in 1863 er een einde kwam aan de slavernij, weten wij dat de ongeveer 33.000 Afrikanen die in dit land woonden, dat daarvan 27.490 lid waren van de broedergemeente. Dat is dus 83,3%. Hans Breeveld, hij was gisteren de inleider bij de lezing ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan van de Combikerk. Het thema was de rol van de kerk in de 21ste eeuw. De lezing is gehouden in het multifunctioneel gebouw van de Combikerk.